Ja, bij het horen van een auto met een middenmotor en achtwielaandrijving is dit de allerlaatste auto waar je natuurlijk aan denkt. Een ruimteauto, de Toyota Previa. Maar toch, dit ja, ruimteschip op wielen heeft het beide. De motor tussen de assen, alle aandrijfkrachten op de achterste wielen. Ja, hoe bijzonder dat dit concept is, dat ga ik je uitleggen in deze aflevering van Sjoerds Beetjes. Ja, in de jaren 80 was er opeens een nieuwe trend. De multipurpose vehicles, ruimteauto's, hogere zitpositie, meer stoelen dan in een standaard sedan of station wagon, en meer interieurruimte. Uit Europa de Renault Espace, uit Amerika de... Chrysler Voyager en uit Japan eigenlijk de Nissan Prairie en de Mitsubishi Space Wagon. Maar ja, heel die ontwikkeling van die ruimtewagens dat ontging Toyota natuurlijk niet. Met name als je ook keek naar de Amerikaanse markt, waar juist die Soccer -mom vans juist een enorme boost kregen in de verkoopaantallen. En zo startte in de jaren 80 de ontwikkeling van de Toyota. Previa. Maar ja, die Japanners die kwamen natuurlijk weer op een geniaal idee. Want je gaat natuurlijk het concept van een ruimtewagen ga je ontleden. Want hoe krijg je zoveel mogelijk ruimte in een wagen? En zo starten ze vanaf de basis met een heel bijzondere architectuur. Ja, en die heren en dames daar op de ontwikkelingsafdeling in Japan, die kwamen op het idee van als je een ruimteauto wil creëren, dan moet je ervoor zorgen dat die auto aan de buitenkant zo groot mogelijk is en aan de binnenkant zo ruim mogelijk. En hoe kun je dat doen? Dat kun je bijvoorbeeld aan de binnenzijde doen door het dashboard zo ver mogelijk naar voren te plaatsen. Maar ja, wat dan een belemmering is in dat concept, is altijd dat motorblok. Dus dachten ze, waarom houden we dat motorblok niet hiervoor in weg en plaatsen we dat elders in de auto waar je, ja, waar je er eigenlijk helemaal geen last van hebt. Maar ja, als je dan bijvoorbeeld een viercilinder pakt, of stel je nog een zescilinder of een achtcilinder, dan zit je er natuurlijk altijd mee dat je dat. Ja, een negatief effect heeft het op de wagenvloer, waardoor je altijd daar weer last van krijgt. Dus hoe creëer je nou een vlakke vloer in die auto, plus zo min mogelijk ja, zeg maar last van dat motorblok in het interieur? Ja, en zo gingen ze erover nadenken en kwamen ze op een lumineus idee om die motor toch onder de twee voorstoelen te plaatsen. Ja, onder de voorstoelen. Maar ja, als je dan nou kijkt. Hoe hoog is eigenlijk zo'n viercilinder? Nou, ik zou het je hier even laten, staan, laten zien, want hier staat zo'n viercilinder blok. En als je dan kijkt van de bovenzijde van zeg maar de cilinderkop tot aan de onderzijde, het karter, dan zie je hoe hoog dat zo'n blok is. Maar ja, toen dachten ze bij Toyota, wat als ze nou die motor 75 graden kantelen? Dan zie je al hoe compact dat wordt. Hoogte, van boven naar beneden dus. 44 hele centimeters. Ja, neem nog even dat blok daarnaast in, uh, in beeld. En dan zie je wat voor groot verschil het is in hoogte. Maar ja, dan krijg je natuurlijk wel. Dat je bijvoorbeeld je in- en uitlaatkanaal hebt. En je karterpan. Dus daar moest ook naar gekeken worden. En zo ontwikkelde de techneuten van, ja, van uh, Toyota. Een krachtbron. Exclusief voor die Toyota Previa. Hij werd gelepeld. In de auto onder een hoek van 75 graden, om hem zo plat mogelijk te krijgen. Ja, en waar bevindt zich die motor dan? Ja, die bevindt zich hier. En je ziet al een kleine verhoging. Onder die voorstoelen. Die voorstoelen die staan meteen op die bodem. Maar normaal heb je daar extra ruimte onder die stoelen. En die ruimte die wordt dus nu gewoon ingenomen door het motorblok. Je hebt er dus feitelijk heb je er helemaal geen last van dat hier dat motorblok loopt. Ja, ligt. Ja, loopt mag ook, hè. Als je rijdt, hij loopt hij. Maar hij ligt er ook. Sterker nog, hij hangt er. Ja, en zo creëerde de techneuten van. Toyota, een middenmotorconcept. pal achter de vooras en uit die motorruimte, waardoor het dashboard naar voren komt en dat je dan een hele compacte neus hier aan die voorzijde krijgt. Als je de wagenlengte vergelijkt met die van een Renault Espace, dan is die Toyota Previa met een lengte van 4,75 meter. Is die precies 40 centimeters langer dan zijn espas? Maar als je gaat meten vanaf de achterklep tot aan het gaspedaal, dan boek je daar een winst van maar liefst 90 hele centimeters. En dat, ja, dat is toch wel de kern van waarom ze bij Toyota kozen om dat motorblok hieronder te lepelen. Ja, en dan vraag je je ja, af: hoe kom ik dan bij dat motorblok? Hè? Ben ik dan aangewezen op de Toyota dealer? Nee, zeker niet. Wat je moet doen is ten eerste de rugleuning van de bestuurdersstoel, die klap je naar voren toe. Vervolgens zit hier een heel klein pinnetje. Dan kantel je dus die voorstoel naar achteren toe en daar, daar heb je een klepje, een flapje, die buig je naar achteren toe. Vervolgens maak je hier dat klepje maak je los en wat je dan krijgt is toegang tot dat motorblok. Ja, zo vaak hoef je er niet te komen, want het blijft natuurlijk een Toyota. Maar als je bijvoorbeeld het oliepeil wil controleren, dan moet je dus aan deze hip, dit oog trekken en daar kun je olie peilen. Maar ja, daar dachten ze bij, bij Toyota natuurlijk ook over na. Van ja, dan moet je niet zo vaak zijn. Dat wil je natuurlijk niet, hè? deze omslachtige methode om daar het olie te peilen. Dus wat bedachten ze bij Toyota? Ze bedachten een automatic. Engine oil feeder, ja een heel mooi woord, eh, een mooi woord voor eh, Scrabble bijvoorbeeld, of voor als je op Kerstavond een leuk gezinsspelletje wil doen, want dat is een woord of een term die natuurlijk niemand raadt. De automatic engine oil feeder systeem, maar ja, het is wel een woord dat eigenlijk aangeeft wat het precies doet. En wat doet hij dan? Ja. Onder die voorklep heb je, ja, je hoeft eigenlijk helemaal geen motorklap te zeggen, want het is natuurlijk een ruimte zonder motorblok. Want die motor ligt natuurlijk heel diep daar achterin. Kijk, hier heb je een reservoir, daar doe je je motorolie in. En op het moment dat de elektronica signaleert dat het pijl in het karter onder het niveau komt, dan gaat er automatisch olie vanuit dit reservoir richting het motorblok en zo kun je van interval naar interval naar interval naar interval kun je gewoon normaal rijden. Het is wel de bedoeling dat als je bij de dealer komt dat je altijd even dat reservoir checkt. Ja en nu zie je ook die ruimte hier onder die voorkleppen. De accu zit hier al reservoirs voor de vloeistoffen die je moet controleren of die je juist moet bijvullen. Maar er ligt meer. Hier ligt bijvoorbeeld ook de dynamo, hier ligt ook de koelventilator. Cool Juist en om die zeg maar in contact te brengen met het motorblok loopt er vanaf die voorzijde een asje richting dat motorblok dat zich dus hier bevindt. En vervolgens loopt er dus een as van het motorblok naar die achterste wielen die worden aangedreven. Wat voor blok is het? Het is een 2,4 liter viercilinder motor 16 klepper. Goed voor een topsnelheid van 170 of 175 km per uur. Afhankelijk van de gekozen versnellingsbak in het model. <tiek> en natuurlijk, hè, anders dan bij een sportwagen, draait het bij deze auto niet om die acceleratiecijfers. Maar het ging gewoon, de heren techneuten, het ging gewoon puur, puur om zoveel mogelijk interieurruimte te creëren. Ja, interieurruimte. Hè. Als je kijkt naar die voorste stoelen. Twee losse stoelen erin met een tussenruimte van 28 centimetertjes En je ziet ook dat hij hier vrij is van een pook. Dat betekent dat het een automatische transmissie is. Heb je een handgeschakelde bak dan heb je hier gewoon die pook van die 5 versnellingsbak. Maar bij de automaatversie heb je hier aan de stuurkolom heb je die selectie hendel. En dat maakt het als je dus in die automaatversie zit dat je dus gewoon tussen die stoelen door kan naar die tweede zitrij. Maar laten we het eerst hebben over het interieur aan de voorzijde. Want je ziet het al: dashboard zo ver mogelijk naar voren. Die ruit zo schuin mogelijk om zo'n mooie vloeiende lijn te krijgen. Met dank aan de, of aan de designers uit de Verenigde Staten. Die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van deze monovolume auto. Bergvakken, ruimteauto is natuurlijk hier een enorm bergvak. Hier een asbak natuurlijk, maar hier ook weer een bergvakje. En bestelde je dan die optionele airconditioning in die tijd. Hè, we hebben het over 1990. laatste exemplaar uit deze generatie werd in 1998 vervaardigd. Dan kon je dus ook een koelkastje krijgen. En die bevindt zich hier voorin. Mooi geïntegreerd in het ontwerp van het dashboard. Mooi in dezelfde kleurstelling. Mooi in het verloop van dat dashboard. In die toch wel ja, futuristisch ogende... Dashboard beleiding, die je dan hier hebt. Ja, en dan stel je voor: je denkt het regent, ik wil naar die tweede zitrij. Dan kun je eenvoudig hier tussendoor en dan kun je naar die tweede zitrij. En je ziet het al: hè? die vloer is vlak. Van voor naar achter is die vlak. Overigens, dat is ook één stuk tapijt. Dus van voor naar achter is het één stuk tapijt. En zit je hier, dan kun je. Zoals het bij een echte MP4 betaamt, kun je die tweede zitrij die kun je dan in lengterichting verschuiven. Je kunt hem ook zelfs omklappen. En natuurlijk, hè, je kunt die leuning die kun je naar voren klappen om richting die derde zitrij te gaan. Die derde zitrij die bestaat dan uit twee stoelen, maar met drie gordels. Waardoor je in dit geval spreekt van een achtpersoonsmodel. Ja, en om zoveel mogelijk laadruimte te creëren, kun je dan weer... Die achterste zitrij wegklappen. Nee, niet oprollen naar voren toe. Nee, je klapt de rugleuning klap je naar voren toe hè, om de hoek te maken voor meer comfort of meer bagageruimte. Maar wil je extra bagageruimte maximaliseren? Dus bijvoorbeeld je wil een fiets meenemen, dan klap je die rugleuning juist naar achter toe, waardoor er een soort van bed ontstaat en dan. Klap je hem zijwaarts zoals je hier ziet. En je ziet hier ook die twee bevestigingspunten voor de hoofdsteun. Maar die hoofdsteun die moet je wel wegnemen. Wil je hem opklappen? En dan is het niet zo dat hij los in de auto ligt te rommelen. Maar die kun je dan weer hier opbergen, zodat hij gewoon veilig in de auto ligt. En dat die goed vergrendeld is en niet bij een aanrijding weer naar voren gaat. Kijk, dit is het mechanisme dat je even moet wegklappen. Dus we klappen het nu weer uit. De vergrendeling in de bodem, waar normaal, dit is zeg maar, zeg maar de poot van de achterbank, waar die dan in vergrendeld staat. En zo creëer je een enorme doorlaat aan bagageruimte. want het is natuurlijk een ruimtewagen. Hierachterin zie je al de diepte van de standaard bagageruimte. Hier zie je dat hij een uitsparing heeft om daar juist die tonneau cover in te leggen voor je bagageruimte en die afdekhoes. Die kun je dan hier weer vastleggen met dat lusje aan de zijkant, zodat hij uit zeg maar, het bagageruimdeel is, het laaddeel is. Waardoor je een enorme knoepert van een verhuiswagen hebt. Ja, van het ene moment heb je een stadsbus waar je de hele buurt mee naar de zwemles kan brengen of naar de voetbal. Of uh, ja, met z'n allen door de McDrive heen. Het duurt wel even wat langer dat je daar staat voor het loket om alle bestellingen vervolgens aan te nemen. Maar het andere moment heb je eigenlijk, heb je dan een verhuiswagen om zeg maar weer de nieuwe voorraad, Big Mac, Happy Menus, weer terug naar de McDonald's te brengen. Want zoveel laadvolume heb je. Ja, je zit overigens mooi onder twee van die glazen panoramadaken in deze auto. Ja, alles gedaan om zoveel mogelijk ruimte in deze auto te creëren. Eigenlijk ja, betaal je voor deze auto, als je een vrachtwagenchauffeur zegt ik vervoer lucht, nou, dan doe je het heel verkeerd. Maar bij deze auto betaal je juist om zoveel mogelijk lucht te kunnen verplaatsen. Zo'n ruime MPV is het. Ja, en wat heeft dat concept van die middenmotor nou nog meer voor voordelen? De wegligging natuurlijk, hè. Want je maakt een hele lange auto, je maakt een hele hoge auto. Hij is 1,80 meter, 80, dacht ik uit mijn hoofd. Is die hoog 1,82 meter, 82, is die breed. Overigens wat ook nog een grappig detail is: je had hem in twee verschillende versies XL en GL, en al bij die auto's hadden een andere achterasconstructie. Maar dat even terzijde. Ja, maar nu we het toch over die eigenschappen hebben, dat was juist het verhaal wat ik wilde gaan vertellen. Want die middenmotor zorgt er ook voor dat het zwaartepunt van die auto heel laag is. En dat de gewichtsbalans juist uitstekend is. Gewichtsbalans van zo'n Previa eerste generatie, 50% op de vooras, 50% op de achteras. Lage zwaartepunt betekent ook dat je een wat dynamische rijkarakter van die ruimteauto hebt. Ja, een... Bijzondere auto, een bijzonder concept. Je moet het maar net weten, wat voor bijzondere auto dat dit is. Aan de buitenkant denk je van ja, het is wel een enorme bus, een gestroomlijnde bus. Je ziet al dat die uitstraling heeft van zoveel mogelijk ruimte. Maar als je dan kijkt naar het onderhuidse deel van die Previa, hartstikke bijzonder. Ja, je ziet het, hij heeft maar één schuifdeur. Die zit aan de andere kant. Niet aan deze kant. Heb je dan bijvoorbeeld de Engelse versie, dus de auto voor de Engelse markt, dan heb je de schuifdeur aan de linkerflank, maar niet aan de rechterflank. Dat betekende dat ze eigenlijk toch wel het plaatwerk hadden voor een model met twee schuifdeuren, maar daar kozen ze bij Toyota niet voor en dat heeft ermee te maken met de stijfheid van de carrosserie. Daarmee moesten ze juist. Nog de carrosserie nog verder verstevigen. En dat wilden ze niet doen, ook met het oog op het totale waargewicht en de veiligheid van de auto. Vandaar dat hij maar één schuifdeur heeft per flank. Of uh, één schuifdeur heeft in één flank. Maar dan wel gespiegeld voor uh, markten waar ze de rechtsgestuurde versies leveren. Ja, de Toyota Previa, ik zei het al, in 1998 werd die opge opgevolgd door de tweede editie. En die tweede editie die had ook weer zo'n futuristisch design. Ook weer zo'n enorme grote vooruit Maar ja, dat middenmotorconcept, dat hebben ze laten varen.